Veel mensen waren niet blij met de plannen voor flexibel openbaar vervoer in Zeeland. En geen vervoerder wilde ermee aan de slag, dus de plannen zijn aangepast. En als dat niet bevalt, dan moet je ook een stap terug durven te doen. En dat heb ik gedaan. En ik kan alvast vertellen dat vooral ook de reizigers daar beter van worden. Straks dus meer. En verder in deze Zeeland nu. Een verhit debat over onderzeeërs. En tafeltennissen terwijl je blind bent. Goedenavond. Genoeg mensen zullen er blij mee zijn, kijkend naar de vele protesten. De provincie komt terug op het voornemen om een aantal buslijnen te schrappen. Dat, meer geld en minder strenge regels moeten ervoor zorgen dat er toch een bedrijf overstag gaat om het openbaar vervoer in Zeeland te verzorgen. Er stond in Zeeland een flink aantal vaste buslijnen op de nominatie om te gaan verdwijnen. Maar in het nieuwe plan van provinciebestuurder Harry van der Maas blijven die toch. Van der Maas geeft toe dat hij het proces naar flexibel vervoer te snel heeft willen doorvoeren. En als dat niet bevalt, dan moet je ook een stap terug durven te doen. En dat heb ik gedaan. Het vorige plan van de provincie wat betreft het busvervoer in Zeeland stuitte op stevige kritiek. Van reizigers, van scholen en ook van buschauffeurs. Want er verdwenen in die plannen te veel vaste lijnen. Daar is nu naar geluisterd. Veel vaste lijnen gaan toch niet meer weg. En daardoor is de ruggengraat van het busvervoer in Zeeland een stuk sterker. Het betekent het behoud van vaste verbindingen door de hele provincie heen. Bijvoorbeeld tussen Middelburg en Vlissingen, Goes en Kamperland en ook van Zierikzee naar Rotterdam. De Breda-bus, de verbinding van Hulst naar Breda, verdwijnt wel, maar krijgt een alternatief. Want hij mag niet verdwijnen. Eerst was ik van plan om hem te schrappen. Nee, hij verdwijnt niet, maar gaat nu naar Roosendaal. En dat is keurig voor de reizigers die verder willen, vanaf Roosendaal richting Rotterdam. En degenen die naar Breda gaan, die pakken daar de trein naar Breda. Nu nog een vervoerder die de plannen wil uitvoeren. In oktober bleek dat geen enkele partij met Zeeland in zee wilde en daarom is het nu aantrekkelijker gemaakt. Een hoger budget van maximaal 27,5 miljoen per jaar, een contract van 12 in plaats van 8 jaar en voorlopig minder strenge milieueisen. Omdat we ook weten dat we problemen hebben met het net. Het is ook een forse investering voor een vervoerder om gelijk naar schone bussen te gaan. Dus geef dat ook iets meer tijd. Begin volgend jaar moet de nieuwe vervoerder bekend zijn en die moet dan vanaf december 2026 gaan rijden. Tot die tijd blijft Connexxion het busvervoer in Zeeland verzorgen. Het heeft niets opgeleverd voor scheepswerf Dame in Vlissingen. Het Kamerdebat gisteravond over de aanschaf van 4 onderzeeërs. Dame is in samenwerking met het Zweedse Saab in de race om de onderzeeboten te mogen bouwen. Maar het kabinet lijkt te kiezen voor het Franse Naval. Dat was reden voor de SGP om een spoeddebat aan te vragen. Bij Dame in Vlissingen is collega Ariane Lafort. Ja, dat spoeddebat dat kwam er, maar niet iedereen was daar blij mee, zo bleek. Nee, helemaal niet. Sterker nog, een hoop boze reacties in de richting van SGP-fractievoorzitter Christoffer, die het initiatief voor het debat had genomen. Want werd gezegd, het is ongebruikelijk, ongepast, gênant werd zelf gezegd dat we nu moesten gaan debatteren over een kabinetsbesluit wat formeel nog geen kabinetsbesluit is. Zo doen we dat niet in Den Haag, dat hoort niet. Dus boze reacties aan het adres van Christoffer. Dit toont alleen maar aan wat er mis is met dit debat en wat er mis is met deze grote stoffenshow. Omdat wij geen informatie hebben op dit moment om een fatsoenlijk en zorgvuldig debat te voeren over zoiets essentieels als de aanschaf van onderzeeboten. Als er één partij is die altijd grote shows en dergelijke heeft, is het de VVD. Okay. Want dit is geen stoffenshow. Okay. Dit is een oprechte oproep om het Nederlands maritieme industrie, om die echt van waarde te laten zijn, die nog lang in Nederland te hebben. En ik zou willen vragen, de heer Brekelmans, om dat woord gewoon terug te halen en terug te nemen, want dat zie je hem niet. Ja, VVD-Kamerlid Brekelmans wilde die woorden stoffershow uiteindelijk toch niet terugnemen. Maar Ariane, kreeg Stoffer nou alleen maar kritiek? Nou, er was toch ook wel bijval hè, van grote fracties als PVV en BBB. Die zeiden nee, juist nu een debat. Want nu kunnen we het kabinet tenminste nog een boodschap meegeven. En ook Zeeland kan juist nog wel een boost gebruiken op dit moment, zeiden sommige fracties. Na alle debakels uit het verleden.
Keer op keer wordt Zeeland in deze kamer ronduit genaaid. En als het gaat om de Hedwiggepolder, de marinierskazerne in Vlissingen en de Westerscheldetunnel. Ja, het woord genaaid vind ik een beetje... Gepakt, excuses. Nou, dat is een stuk beter. Ja, Arie, morgen komt het kabinet naar buiten met de definitieve beslissing. Is de pap dan echt gestort? Nou, het is zo dat de Tweede Kamer natuurlijk het laatste woord heeft. Hè? En fracties zeiden gisteravond dan ook, ja, we willen echt wel praten over de kwestie, maar pas als het kabinetsbesluit ook echt formeel op tafel ligt. Dat is dus morgen, want vanmiddag bleek dat een SGP-motie die gisteravond is ingediend om het kabinetsbesluit uit te stellen, dat die het niet heeft gehaald. Na het kabinetsbesluit van morgen volgde eerst een technische briefing voor alle fracties met meer details over de deal. En dan komt er toch echt een Kamerdebat waarin fracties zich dus echt gaan uitspreken over de kwestie. Dankjewel, Ariane. En opnieuw is er een arrestatie verricht voor de aanslag op een woning in Tholen. In een paar dagen tijd heeft de politie 5 mensen aangehouden. Gisteravond werd een 31-jarige man uit Sluis opgepakt. De politie was al naar hem op zoek en vond hem nu in Maastricht. In september vorig jaar raakte het huis in Tholen zwaar beschadigd door een explosie diep in de nacht. Naar verluid woonde er een politieagent met vrouw en jonge kinderen. Niemand raakte gewond. De politie heeft nu dus in totaal 5 verdachten opgepakt, van wie er 4 van het eiland Tholen komen. Ze zitten in beperkingen en hebben dus geen contact met de buitenwereld. Oude kleding kapot knippen en er weer nieuwe kleren van maken. Leerlingen van het Skalda in Goes mogen hun creativiteit de vrije loop laten gaan om afgedankte kledingstukken een tweede leven te geven. Ik ben een jurk met een shirt aan het maken met allemaal verschillende stofjes. Deze week staat in het teken van duurzaamheid en de school wil leerlingen daar extra op wijzen. Denk eerst na voordat je iets weggooit en denk eerst na voordat je iets koopt. Fast fashion is heel slecht voor het milieu, want dat wegwerpcultuur, dat willen wij van af. En dat proberen wij over te brengen. Maar dat is niet meer bij iedere leerling nodig. Ja, ik geef het liefst mijn kleding weg. Als ik nieuw koop, dan doe ik dat wel proberen zo lang mogelijk mee te doen. De kleding die vandaag is ontworpen, laten de leerlingen morgen zien op de catwalk. Handschoen aan, masker op en spelen maar. Dit is Showdown, een sport speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden. Vandaag werd in Kloosterzanden voor het eerst een training georganiseerd. En dat was een groot succes. Het was in het begin eventjes inkomen, maar dan vlogen de punten weer binnen alsof het niks was. Voor Jermo is dit initiatief heel belangrijk. Voor blinden en slechtzienden is het sowieso lastig om te sporten. Ik heb altijd precies het idee of het ons tegen de wereld een beetje is. En bij zo'n sport is dat andersom? Ja, eigenlijk wel. Ik ben helemaal geen sportieveling, maar omdat dit nu voor ons speciaal ontwikkeld is, is het gewoon prachtig om dit te mogen spelen. Vanaf nu kan er iedere 2 weken getraind worden in Kloosterzanden. In Arnemuiden en Kerkwerve zijn al langer verenigingen die Showdown spelen. En verslaggever Misha heeft ook een poging gewaagd. Ben je nieuwsgierig hoe hij het ervan afbracht? Dat zie je op onze social kanalen. Het is niet slecht. Het lijkt nogal ambitieus, maar de eerste lichting studeert binnenkort af bij Skalda, dus het kan. Jonge statushouders, asielzoekers die in Nederland mogen blijven, binnen 1,5 jaar klaarstomen voor een mbo of hbo-opleiding, inclusief het leren van de Nederlandse taal. Ik ben Dersad Al-Ibrahim, ik kom uit Syrië. Ik ben 19 jaar oud. Ik ben Walid Korani, ik kom uit Syrië. Ik ben nu 25 jaar oud. Deze jonge mannen spraken tot ruim 1 jaar geleden praktisch geen Nederlands. Ze komen 5 dagen per week naar Goes en krijgen in de onderwijsroute van de inburgeringscursus verschillende vakken. En zo kunnen ze in 1,5 jaar doorstromen naar het mbo of het hbo. De onderwijsroute is echt een stap voor mij. Dan hoef ik niet lang wachten om een vervolgstudie te doen. De traject is helemaal goed, want ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk zo een niveau haalbaar te krijgen, want ik ben nu oud eigenlijk, om verder te studeren. Deze inburgeringscursus is er speciaal voor jongeren tussen de 18 en 30 jaar. En wie hiervoor kiest, begint aan een pittig traject. Voor mij was het een beetje zwaar, want ik ben sinds 10 jaar niet naar school was geweest. Heel pittig, maar erg nuttig.
En dat is eigenlijk een beetje moeilijk om twee talen met elkaar te leren. Dat is Engels en Nederlands. Maar het is wel goed gekomen omdat we goede hulp krijgen van onze docenten. Goed, daar gaan we dan nu mee beginnen. Dan mogen jullie de laptops uitwisselen met je buddy. Dus je buddy krijgt jouw laptop. Ik noem dit ook altijd de Champions League van de inburgering. Dus het is heel hard werken. Maar het geeft mij heel veel trots als ik zie wat het eindresultaat is. Onvoldoende design, vind jij. Dus jullie hebben dezelfde feedback voor elkaar. Interessant. In het verleden kreeg iedereen dezelfde inburgeringscursus van 12 uur per week. Deze nieuwe, intensievere manier is niet voor niks gekozen. In het verleden zag je ook vaak dat als ze eenmaal op een vervolgopleiding zaten, dat ze dan toch uitvielen. Ja, en wij proberen dat natuurlijk te voorkomen door zo'n goed mogelijk voortraject neer te zetten, zodat ze een grote kans van slagen hebben om ook in een vervolgopleiding om dat te behalen. Ik heb hele goede hoop voor de toekomst dat dit een heel goed systeem gaat worden. Ja, waarin we de potentie van mensen volledig kunnen benutten, zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen gaan leveren aan onze maatschappij. En dat is iets wat deze heren in ieder geval willen doen. Ze durven weer plannen te maken. In september ga ik ICT-opleiding volgen. En dan na mijn opleiding wil ik graag in een groot bedrijf werken. En dan naar mijn leven kijken. Hierna wil ik een vervolgstudie doen. Dat is opleiding tot accountmanager. En ik hoop dat het goed komt. En dan werken in een bedrijf, leven maken. Delshad en Walid krijgen naar verwachting deze lente nog hun diploma en kunnen dan in september een nieuwe stap maken in hun leven. Het was zonnig in de ochtend, maar 's middags kwam er meer bewolking en het was zacht. In het westen van de provincie ruim 14, in het oosten ruim 17 graden. Morgen is het weer wat frisser en dan vallen er buien. En er kan ook een flinke bui tussen zitten. Lekker binnen blijven en Omroep Zeeland kijken, zou ik zeggen. We hebben tenslotte visual radio tegenwoordig, dus je kunt bijna de hele dag kijken. Fijne avond.